Het is om te beginnen. Goedemiddag allemaal. Welkom bij weer een nieuwe webinar voor slimme oplossingen met de modus voor elke REFT-modelleur. Waarvan we vandaag ons gaan richten op de modus elektrotechnisch schematiseren en documenteren van E-installaties. Mijn naam is Michiel Peperkamp en ik ga jullie vandaag meenemen daarin. We beginnen met een stukje overzicht van de webinars die we allemaal hebben. Vandaag is dan elektrotechnisch schematiseren en documenteren. We hebben 2 weken geleden elektrotechnisch modelleren gehad. En we hebben over 2 weken uiteraard ook met de werktuigbouwkundig modelleren en voorbereiden voor prefabricage. Dan wil ik jullie graag vooruit ook voor die webinar weer. Wat staat er vandaag op de agenda? Installatieschema. Wat voorbereidingen die we nodig hebben. Het genereren van een installatieschema. Het genereren van een blokschema. Zwakstroomschema, voorbereidingen en het genereren van een zwakstroomschema. Laten we allemaal voorbij komen en ook nog eventueel de updates die daarbij horen. Nou, laten we eens gaan starten met de modusverhaal waar we alles mee kunnen oppakken. Als eerst installatieschema. Nou, mooi is van het installatieschema genereren is dat we dat binnen Revit doen. Dus we halen daadwerkelijke data op 1 plek op en genereren we dat op dat moment ook weer gelijk. Dit is een momentopname. Wat we doen, dus wordt niet live bijgehouden. Maar daarna, als er wijzigingen zijn in het model, hebben we altijd de mogelijkheid om een update te doen van het schema. En waar nodig is, kunnen we schabloninstellingen doen voor bijvoorbeeld wat repeterende werkzaamheden. Nou, als we daar dan eens even naar gaan kijken, dan heb je een modelletje, dan heb ik een verdeler staan, hoofdverdelertje. Met daarbij alle aansluitingen die erbij horen. Dus als ik hier ook kijk, de tabtoets door systeem heen ga, zie ik dat er verschillende elementen gekoppeld zijn. En ik zie dat hier ook in mijn system browser voorbij komen. Ik heb alles netjes aangesloten op de Revit manier. Ik heb op de HKL 7 groepen zitten. Dat zijn allemaal verdelers en ook nog een Mantecato C-vorm. En op het moment dat je alles netjes aansluit, dan zorg je ervoor dat dat op de Revit manier gebeurt. Dus voor circuitkoppelingen heb alles erop en eraan vermogens gekoppeld. En we zien hier bij deze want contactdoos ook staan dat er een evenementenaansluiting is. Nou, als ik dat zie hier onderin, wat daar staat in ons electrical circuit schedule of in de panel schedule, dan is dat, heeft daar ook te snel doorheen gegaan. Ik pak hem heel even terug. Even terug naar een stukje van het begin. Kan ik hier, nou gaat hij al helemaal alle kanten op, 2 seconden. Hier gaat hij. Tot ik in mijn electrical circuit schedule en mijn panel schedule staan er gewoon de load names die voorbij komen op het moment dat ik hem gewoon koppel. Nou, dat wil ik natuurlijk helemaal niet hebben. Ik wil heel graag hebben tot daar gewoon netjes mijn bestemming voorbij komt. En mijn bestemming was in dit geval evenement. De knoppen die we daarvoor kunnen gebruiken. In dit geval ga ik dadelijk naar het knop indelen. En daar ga ik kiezen voor bestemming naar load name over te zetten. Hier nog even een stukje waar ik net zat. Bestemmingen. Er staat nu WCD voor de meterkast. Ruimte 43. Ik ga naar indelen. Bestemming naar loodnaam. Nou, dan komt er een pop-up schermpje. Hier kan ik eventueel al gelijk een filtering maken. Welke kast ik wil gebruiken. In dit geval de HKL. Filter dat netjes. En ik wil deze loodnemen allemaal overzetten naar de nieuwe loodneem. Druk op OK. 4 elementen verwerkt en dit wordt netjes in mijn schedule en in mijn panel schedule netjes meegenomen. Wat zijn daar de voordelen bij? Als ik dadelijk mijn schema ga genereren, tot deze namen ook gewoon over worden genomen in mijn schema. Daar gaan we dan ook maar gelijk naartoe. Naar het schema in dit geval. Ik wil dan van de HKL een schema genereren. Documentatie, genereer e-schema. Ik ga alle componenten binnenhalen, dus die allemaal aangesloten zijn op elkaar. Die haal ik hier netjes binnen. Vervolgens selecteer ik de kast waar ik graag iets mee wil doen. In dit geval gaat het om de HKL, waarvan ik een installatieschema wil maken. Ik kan hier op de voeding klikken. En als ik de voeding aanklik, kan ik hier kiezen wat ik bijvoorbeeld voor i-nominaal voor mijn schakelaar wil hebben.
pak je een vermogen van 160 ampère. Dat zijn alle waardes die we kunnen invullen. En ik zou ook nog heel graag van één bepaalde groep de informatie willen wijzigen. Nou, dubbelklik, de family, stond net een eenpolig plus 0, daar maak ik nu een driepolig plus 0 van. Dat zijn allemaal krachtaansluitingen die we hebben. Dat doe ik ook voor mijn leiding, aders die er staan. Maak ik ook een driefase plus 0 van. En als ik die binnen heb gehaald, kan ik hier bijvoorbeeld ook nog mijn karakteristiek invullen. In dit geval een B-karakteristiek. Nou heb ik dat voor één groep gedaan, dan wil ik dat graag ook voor alle andere groepen hebben. Nou, dan kan ik een kopie maken van groep 1. Dan gaat alles mee en die wil ik eigenlijk naar groep 2, 3 tot en met 7 hebben. Die kan ik selecteren. De rechtermuisknop erop, inhoud aangevinkt groepen vervangen. Nou, klik op plusjes zodat alle families meegaan, maar ook de karakteristiek die gaat mee. Die zijn dan netjes verwerkt. Zoals je hier kan zien is alles uitgevoerd. 3 fase plus 0. En ik kan gelijk het schema genereren. Op het moment dat ik het schema genereer, gaat hij vanuit de bibliotheek alle families samenstellen. Dan maakt hij daar een nieuw drafting view van. En ik kan er uiteraard in de instellingen ook nog kiezen of het schema horizontaal of verticaal moet. Hij heeft deze al gemaakt. Sluit hem netjes af. Om niet op te slaan. Dit is wat hij er al uithaalt. Op basis van alle informatie erin stond. In dit geval de hoofdschakelaar netjes ingevuld, de automaten, de kabels ingevuld, de vermogens eventueel verdeeld over de verschillende fases die we erin hebben zitten, tabellen die erbij horen, de faseverdeling en groepenverklaring overzicht. En hier netjes in de project browser, installatieschema en daarbij de drafting view van het installatieschema. Als ik dan vervolgens ook nog een blokschema wil maken. En dat blokschema is ook uit een schema te halen. Haal ik weer alle componenten netjes binnen. In dit geval zeg ik oké. Even kijken wat hij nou doet. Want hij mag rechtstreeks naar de volgende film. Deze moet ik hebben. Ik van deze kast nog eens een blokschema genereren met alle onderliggende kasten die erbij horen. Ook weer alles binnenhalen. Importeren van alle groepen, alles wordt weer overschreven met wat ik had staan. Ik kies hier voor de HKL. En we genereren blokschema. Die gaat voor de tweede keer hetzelfde filmpje afgaan. Dus ik ga gelijk naar de volgende. Genereer van blokschema geeft hij aan. Ook weer alles in één omgeving. Momentopname met update mogelijkheden. Blokschema vanaf kast mogelijk of vanuit meerdere kasten mogelijk. Dus als ik zeg dat ik niet de hoofdverdeler wil hebben, maar vanaf een andere kast is dat ook mogelijk. En in dit geval een section view voor blokschema mogelijk. Dus ik kan een doorsnede voor een kast zetten, door die de schema opmaakt ten opzichte van een kast. Hoe gaat dat dan? Ook hiervoor weer hebben we een stukje documentation nodig. En als we dat aanzetten, dan wil ik voor de kast een section view hebben met al deze groepen die erop zitten. Ik moet daarvoor een doorsnede plaatsen. Even voor de kast, dan weten we ook gelijk wat de kijkrichting is. Hier is weer heel even om tot juist. En die view ga ik dan ook een goede naam meegeven, in dit geval de HKL, zodat het aanzicht is van de kast. En de documentation, installatie, genereren, e-schema. Groepen binnenhalen. Het overschreven. En in dit geval wil ik vanaf de HKL een blokschema genereren. Klik op genereer blokschema. Selecteer de section view waar we vanaf willen kijken. Druk op oké. En dan gaat hij ook weer zorgen dat alle kasten ten opzichte van die section view aan de juiste kant worden geplaatst op het blokschema.
dit geval wordt hij hier netjes geplaatst op de drafting view. Even op te slaan. Boxschema komt eruit. De informatie in elke kast met de vermogens. Afgaande kabels erbij. En in dit geval aftakking naar de OVK1. De regelkasten die er zitten. En op de eerste verdieping OVK01 met de patchkasten eventueel die ze willen hebben. En helemaal bovenin OVK02 met de desbetreffende regelkast die bovenin staat. En hier wordt ook weer in de project browser blokschema netjes in drafting view neergezet. Nou, zo kan je deze allemaal netjes bij elkaar houden, zodat het overzichtelijk blijft. Als we dan naar het zwakstroomschema gaan, en denk dan bijvoorbeeld bij brandmeld of bij inbraak, ook hier geldt weer één omgeving met alle data, momenteel, of het is momentopname met update mogelijkheden, die gaan we dadelijk ook zeker even aanstippen. Mappingsmogelijkheden, dus je bent niet per definitie afhankelijk van onze content, je kan ook content van derden hebben, waardoor je daarna het schema kan genereren door een goede mapping te doen. Steekleidingen of lusmogelijkheden. De brandmeld wordt heel vaak lussen gebruikt. Denk bij inbraak voornamelijk steekleidingen. Ik heb hier een voorbeeld, heb ik lussen gebruikt. Ik heb hier een stukje brandmeldinstallatie opstaan. Dan moeten wel wat voorbereidingen plaatsvinden. Er zijn wel belangrijke dingen die moeten gebeuren. Zodat we in ieder geval alles ingevuld hebben. In dit geval gaat het op dezelfde manier als we dat voor Elektra hebben gedaan. Zorgen dat er allemaal circuits aanwezig zijn voor de verschillende componenten. Een van één even door. Maar alle componenten, ook de system browser weer op fire alarm gezet, waardoor we netjes kunnen zien wat er allemaal op zit. Op welk circuit. Hier zien we één meldertje. Die is voorzien van een panel en een circuit name. We hebben daar een lusnummer ingevuld met een volgnummer. Alleen bij de volgende componenten heb ik nog geen volgnummer ingevuld. Dat doe ik eventjes met de knop indelen, automatisch nummeren. Dan kan ik hier een handmatige selectie doen op een bepaalde Revit categorie. De fire alarm valt onder de fire alarm devices. Die heb ik aanstaan. En ik wil dat handmatig doornummeren. En laten wegschrijven in de parameter volgnummer. Druk op OK. En ik kan zo één voor één de componenten aanklikken. Die het volgnummer gevuld moeten krijgen. Als ik deze allemaal netjes erin heb staan. Dan zie je dat verschijnen, dat daar 02, 03, 04, 05, 06 en 07 voorbij komt. Dan heb ik in ieder geval mijn voorbereiding helemaal gedaan, dat ik in ieder geval dadelijk het schema kan laten lopen. Als ik dan vervolgens het zwakstroomschema wil genereren, zorg ervoor dat het altijd vanaf een centrale gebeurt, met alle circuitinformatie die erbij hoort, alles correct ingevuld. Steeds belangrijk. Dan ga ik naar in dit geval Kadek Revit. Documenteren. Genereer zwakstroomschema. Nou, ik moet hier selecteren mijn brandmeldcentrale. Ja, de nummersyntax kan ik invoeren op basis van parameters die ik heb. Ja, zoals we kunnen zien, een scheidingsteken. Ik heb hier lusnummer en volgnummer gebruikt. Afstanden tussen de componenten. Eventueel de kabelvlag en richting naar links. Nou, ik heb hier gekozen voor lussen in plaats van steekleidingen. Het schema komt eruit te rollen. Dat ik 4 lussen gecreëerd heb. Ik heb daar netjes een kabel aan bijgegeven als vlaggetje. Dat die naar links uitgewerkt moet worden. En natuurlijk ook naar rechts, zoals maar net welke instellingen. De afstand tussen de verschillende ruimtes is gewoon instelbaar. En ook hiervoor wordt weer netjes een blokschema, een drafting view gemaakt. Dus de organisatie in de project browser blijft netjes. Om nou vervolgens een wijziging te doen en een update, heb ik hier 3 optische rook- of rookmelders bijgezet. Die heb ik hier netjes in de technische ruimte, nummer 7, 8 en 9 toegevoegd. Die heb ik alleen nog niet toegevoegd aan mijn circuits. En mijn fire alarm device, dus deze 3, die ga ik nog even netjes toevoegen, zodat het weer een sluitend systeem wordt. Ik selecteer alle 3 tegelijk. Ga de Revit indelen. En ik zeg voeg items toe aan circuit. Nou, ook hier weer netjes een schermpje op waar ik kan filteren. In dit geval kies ik hier voor de brandmeldcentrale. En ik wil deze heel graag op circuit nummer 2 erbij hebben. Druk op OK. Ze worden
op groep nummer 2 bijgezet. Als ik nou weer opnieuw een zwakstroomschema wil laten genereren. De oude is al bekend. Druk gewoon nog een keer er doorheen. Brandmeldschema of brandmeldcentrale. Druk op oké. Krijg je de volgende melding gelijk. Tot die al bestaat. Wil je hem vervangen? Nou, in dit geval kies ik voor ja. Had je hem niet vervangen, had hij daar een update gegeven. Tot er een tweede circuit bij of tweede schema bij komt te staan. Hier zie je dat nummertje 7, 8 en 9 netjes in de lus mee wordt genomen. Ik hoop dat ik jullie even hier snel door het schematiseren heb genomen. Met alles erop en eraan. Wat zijn hier dan de voordelen op een rij? Nou ja, tijdbesparingen op documentatie. Je hoeft dus niet meer terug naar een ander pakket. Alles kan binnen de Revit-omgeving plaatsvinden. De kracht van Revit optimaliseren. In dit geval brandmelders meenemen in een circuit. Dat geldt ook voor wandcontactdozen. Alles netjes op één plek documenteren. Dat is dan heel belangrijk. Werkmethodiek onafhankelijk. We kunnen dus ook componenten van anderen hebben. Waardoor we dus nog steeds een schema kunnen maken. Als je de mapping maar goed doet. En één platform met alle data. Dat is belangrijk. Dus we hoeven niet naar andere pakketten uit te wijken. Nou, nog een reminder. Voor de 21ste uit mijn hoofd. Dat we daar nog even een werkoverkundige webinar hebben. Met alles erop en eraan voor prefabricage. En mochten er dan nog vragen zijn, die kunnen jullie altijd in de chat kwijt. Mocht er dan nog iets zijn, dan hoor ik graag van jullie. Ik zie wel wat vragen voorbij komen in de chat. Die gaan we achteraf heel even beantwoorden. Daar komen we zeker op terug. Dan wil ik jullie in ieder geval hartelijk danken voor de aanwezigheid. En we houden even contact met degenen die net wat vragen hebben gesteld in de chat. Hartelijk dank jongens, dank u wel.